Heel fijn zijn. Dat doe ik. Wil jij een kaaltje gaan halen? Dankjewel. Wat voor kaal? Close-up. Nou. Welkom op deze inspiratiedag. Gefeliciteerd, ook namens ons allemaal denk ik, maar daar hebben iedereen al gedaan. Maar nee, Witte Pool wil het label zijn waar alles om is, alleen de mensen, de spelers. Maar ook om een heleboel zaken daaromheen. En haal dat ene doel. Oké, maar sorry, wat is dan? Wat is uw doel? Nou, heel gewoon wereldkampioen hockey worden. Ja, met de wiel, hè, volgens mij. Ja, klopt. Ja. Ja, en vertel eens, wat is uw doel? Ja, ik ga volgend jaar met de Tour de France meedoen. Oké. Okay. Zo, wat is er aan de hand? Ja? Hoe bedoel je, heb je wat is er? Voel je je niet lekker? Is er iets? Heb je niet goed geslapen? Wat? Nou, ik heb het daar niet zo. Nou, ik denk dat het dan nu de hoogste tijd is om over te schakelen naar onze voetballers. Ik ben de Bob vandaag. Ah, jij bent de Bob. Nou, heren, succes. Kampioenen! Kijk uit! Ik hoop dat je tegenover elkaar zit. Jullie ideale afdeling. Hele belangrijke afdeling. Die hebben vanochtend al gegeven. Ik heb een kaartje afgegeven net. Ja, dus, Peter van der Poel en ik ben doelstelling op de papier te krijgen. Maar, we willen eigenlijk dat jullie hem niet in woorden neerzetten. Dat is heel erg. En ook dan. Je kan gewoon alleen maar zo'n ideale werkplek creëren. En slaan. Ik wil even graag horen wat jij te zeggen hebt. We hebben allemaal, omdat we verschillende soorten doelen in het bedrijf hebben. Je bent hard aan het werk, in de zaak, iedere dag weer. Je hebt er echt wat boos van gemaakt. Er zijn een paar dingen die me opvallen. Echt belangrijk compliment. In veel organisaties worden weinig complimenten uitgedeeld, want op de een of andere manier vinden we dat spannend, zowel... Zo, oké. Okay. Jij gaat prijzen winnen, jij gaat voor de volle zaal met jou. Ja,